Ik zit in de auto. Oh, dubbel. Hoe maak je dit ding eigenlijk open? Oh, sorry dat ik je arm breng. Dat is best wel hoort. Ik verdien trofee. Ik kan hem zakken naar de grond. Word ik dan jouw B? Bedankt dat jullie kijken naar een nieuwe video. Dat is best wel hoort. Hey jongens, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik weet niet zeker of dit nou een nieuwe vlog is of niet. Maar in ieder geval is vandaag mijn eerste werkdag bij Fanix. Mijn eerste echte officiële werkdag. Ik ga nu elke dag werken. Ik heb nu een fulltime baan. Nou, ik weet niet of ik daar blij mee moet zijn of niet. Ik ga heel erg productief zijn deze dagen. Ik heb dus op Snap een pure nostalgie video geplaatst. Wie kent hem? FFN beeld en op z'n kop. Het is saai en dat is dom. Ik wil er tussenuit, maar ik ben druk en moe. Ik wil een eigen plek, daar ga ik naartoe. Met mij te gek, talent ga ik het maken. Ik zit de wereld op z'n kop. Het licht gaat aan, de wereld draait maar door. Het is... Nou, het is van Wayside. Vroeger keek ik dat altijd op tv. Oh, ik mis het echt om... Nou... Ik zie mijn vlogcamera leeg, dus ik ga hem even opladen. Dan ga ik racen naar mijn werk. Dus ik zie jullie straks. Ik zit in de auto. Ik zit in de auto. Wel een Feyenoord supporter. Feyenoord supporter. Aan elkaar zonder streep. Yes. Daar is Sander. Hoi, goedemiddag. Hallo, met Van Akka. Wacht, ik hoor mezelf niet. Oh, zo ruim 100 topmerken als Guess, Adidas en G. Even niet alles vertellen van en toen was ik er zenuwachtig. Daar haak ik nog wel op in, maar dat is een flyer. Nou jongens, vanaf vandaag, officieel, ben ik elke dag met Sander. It's official! Zo, ik ben heel wit hier, hè? Of niet? Ja, dus hoe vind je het om elke dag met mij te zijn? Ik vind het tot nu toe nog heel leuk, maar ben je nog iemand die haar ware aard nog na een paar weken kan onthullen? Dat ik er nog spijt van ga krijgen? Of? Ja, ik denk, als ik boos word, dan ben ik wel een andere persoon. Wat zijn de drie dingen die ik moet vermijden? Waar ga ik jou echt boos mee maken? Als ik honger heb, dus okay, je veel eten vragen. Brengen dus. Ja. Ja. Maar anders gebeurt er zeg maar dit wat op je gezicht zit. Oh ja. Is het nog steeds? Ja. Ja jongens, hij heeft hier een schram. Ja, je gaat zo horen wat... Ja, ik ben benieuwd hoe dat komt. Ja. Maar nee, voor de rest ben ik best wel lief. Mensen denken juist altijd dat ik heel erg agressief ben, maar dat ben ik niet. Waarom denken mensen dat dan? Ik weet het niet. Ja, Vonneke, je hebt nou een paar keer de vraag aan me gesteld. Wacht even 1 seconde hoor, want wanneer wordt dat aangepast? Naar Sander en Vonneke. Daar werken mensen aan, heb ik gehoord. Maar ik heb ook vakantie gehad, hè? I don't know. Oké, ga door met je vraag. Hij is er stiekem al, maar ik heb hem al. Ja, echt? Is hij er? Nee. Je maakt me zomaar blij, man. Anders had ik hem toch al gedraaid. Ja, echt, hè. Nou jongens, het is inmiddels alweer avond. De show zit erop. Ik heb net bij Zenne even sushi gehaald. Dat is Davio's lievelingssushi. Dus ik dacht, ja, als ik toch in Rotterdam ben, haal ik even zo'n lievelingssushi. Want hij had me net gebeld dat hij het huis aan het opruimen is. Echt super schattig. Ja, in ieder geval. Wat ik dus zei is, ik ben dus onderweg naar huis. Lekker aan het racen op de snelweg. En dan ben ik thuis en kan ik sushi eten. Dan moet ik pakketjes verzenden. En dan is het alweer tijd voor de volgende dag. Dus ik ga nu naar huis. Wat ben ik nou weer allemaal aan het lullen, man? Tering, hé. Thank you.
Nou, ik ben thuis en mijn dochter die heeft me heel erg gemist. Happy Nut. En mijn vriend ook. Mag wel wat langer weg hoor. Wat? Oké, is goed. Grapje, grapje. Ik ben elke dag weg hè, vanaf vandaag. Lekker toch, lekker rustig. Nou, sushi van Senna, is het lekker? Helemaal voor jou gehaald uit Rotterdam, hè? Echt waar? Ja. Yeah. Gewoon speciaal. Speciaal voor jou. Het was maar liefst 1 minuut rijden vanuit je werk. Helemaal niet 15 minuten en ik moest daar 20 minuten wachten tot het klaar was. Wauw. Hey jongens, een hele goede middag. Ik ga vandaag lekker werken. Oeh, ik val bijna van mijn schouder. Ik had niet zoveel tijd om te kleden, omdat ik een video moest maken. Ik had niet zoveel tijd om te kleden, dus ik heb een onesie aan en mijn batterij is leeg. Dus ik ga de batterij besparen vandaag. Ik ga super snel praten en filmen tegelijkertijd. Oké, doei! Ja. Dus daar durf ik ook niet echt een heel stellig antwoord op te geven. Nee. Nou, we zijn nu bij Funnix Amsterdam en ik kon net eventjes een chocomel pakken uit het apparaat hier. Hè? Alleen er was heel veel water. En wat? 30 seconden gaan we erin. Oh, en er was heel veel water en het rook naar afwasmiddel. Goeie promo voor Funnix dit. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Ja, dat was wel echt... Ja, maar eerlijk, het stonk toch? Ja, het stonk echt heel erg. Het stonk naar afwasmiddel. Nou jongens, we gaan nu live. Poepseks. Nou, niemand hoorde me, gelukkig. CK Jelke aan de Toto en Love One TT All Funnix. Het is woensdagavond inmiddels. Sander en Vonneke Bonneke zitten voor je klaar. En we hebben het over woorden die je vaak verkeerd hoort uitgesproken worden in je omgeving. KFC of KFC? Hè? KFC is überhaupt geen optie. Het moet zijn KFC of KFC. Nee, sorry, voor mij is het KFC. Ja, maar key is in het Engels is sleutel. Dus de K spreek je in het Engels uit als een K. Ik weet het, maar het is gewoon KFC en daar kan je gewoon niet omheen. Daar kan je er heel erg omheen. Het is fout. Ik vind KFC prima. KFC prima. Maar ik word ook... Jij wordt ook gevlogd. Ik word ook ja, maakt niet uit. Ik kan toch niemand naar me vloggen. Hey jongens, gisteren wou ik verder vloggen, alleen mijn camera was uitgevallen, dus we gaan vandaag gewoon lekker door. Gelukkig moet ik vandaag ook weer werken bij Funnix, dus ja, het lijkt eigenlijk gewoon net als gisteren. Ik heb net alle pakketjes ingepakt, ga ik nu posten, want het is kerstsale, dus het is echt kapot druk. Dus ik kwam thuis van werk en toen ging ik gelijk door met pakketjes inpakken. Dus ik ga nu snel... Snel opschieten, want ik moet gaan. Ik liefst ben echt dood. Ik ben ongesteld en mijn buik... Ik heb gewoon echt buikkrampen. Ik doe het echt in de flessen. Ja. Hoe heet de podcast van Hef? Sander, op een schaal van 1 tot 10, hoe blij ben je dat je een man bent? 11. Ja. Want als ik jou nu zo zie, en ik vind het echt zielig voor je, ik wil ook wat doen eigenlijk, maar ja, er is niet zoveel. Om mijn buik wrijven. Hè? Om mijn buik wrijven. Ik weet niet of je dat echt wil. Nou, we zijn klaar. Het is tijd om naar huis te gaan, jongens. Ik moet zeggen dat de buikpijn snel weg is gegaan, dus we kunnen er weer tegenaan. Ik ga nu naar huis. We hadden heel lang geen kast, omdat die was nog niet binnengekomen. Maar vandaag is onze kledingkast binnengekomen. Maar gelukkig was ik aan het werk, dus Davio die is met zijn moeder de kast in elkaar aan het zetten. Dus hoef ik het lekker niet te doen. Hey jongens, het huis is echt één complete zooi. Davio is bezig met de kast maken. Alleen die ga ik jullie vanavond laten zien, want ik ben alweer te laat. Ik ga nu... naar Rotterdam breien, werken. En vanavond ga ik lekker boksen. Dat heb ik echt zo erg gemist. Maar ik ga mijn hondjes wel missen. Doei baby, mama gaat werken. Nou, we zijn weer in de studio. Yo! Ik ga Sander tekenen vandaag. Ik heb hier pen en papier. Eigenlijk potlood en papier. En ik heb geen make-up op. Ik ga straks kickboksen. Mensen durven zelf nooit te filmen als ze banaan eten, maar ik wel. Oh, go Amy! Oh, oh, oh!
Flex on hard, flex on hard. Oh, oh, oh. Laat. Wat is de reden dat je nog niet slaapt? Zeg maar. En 3, 2, 1, iedereen. Je hebt het echt mooi gedaan. Ja, het is echt mooi geworden. Nou jongens, ik heb Sander getekend. Op mijn schoenen. Wil je vergelijking shot? Ja. Best lekker gevolgd. Ja, dit lijkt wel alsof je zeg maar topcrimineel bent die gezocht wordt. Nou jongens, en nu komt ie. Dit ben ik. Ja, sorry. Ik lijk op Shrek. Nou, mijn eerste week bij Phonics werken zit erop. Ik heb net even snel mijn pruik afgedaan. Ik ga straks even snel omkleden, want ja, ik kan natuurlijk moeilijk met pruik. Jimmer, ik heb snel mijn nagels eraf geknipt. Het ziet er nu echt niet uit. En deze. Want ik was helemaal vergeten dat ik vandaag zou boksen. En alles is natuurlijk dicht. Dus ik kon mijn nagels er niet af laten halen. Dus daarom heb ik ze maar snel eraf geknipt. Ik kan nog steeds niet echt goed een vuist maken. Maar ja, wel beter dan die lange klauwen die ik net had. Eerst van laag. Ja, laag. Het is die levens. Juist, goed zo. Dubbel. Juist. Hoppa. Goed zo. Dan haal je hem terug. Dus je krijgt 1, 2, haal je hem terug. 3. Hoppa. Hoppa. Juist. Gelijk wegkomt. Laatste, kom. Hou vast. Juist, goed zo. Kijken. Mooi. Matjes. Hey. Well, jongens, ik ben echt helemaal gesloopt. Nou, het is kerstavond. En de hele familie is op mij aan het wachten. Dus ik ga nu maar even snel racen. Ik moet een uur nog rijden. En het is nu 9 uur. Dus dat betekent dat ik 10 uur thuis ben. Dus ik ga even snel racen. Even al die spullen achterin flikkeren. Mijn auto zit ook echt altijd helemaal vol met bullshit. Hè? Kijk dit. Echt gedumpt. Mijn sok is ook nat geworden. Ik loop ook op pantoffels. Wie loopt er ook met min 3 graden op pantoffels buiten? Oeh. Zo. Dat was me wel een training hoor. Zo, ik kom thuis en er liggen allemaal cadeautjes hier. Alleen iedereen heeft natuurlijk al gegeten omdat ik... Oh ja, ik zal de kast nog laten zien. Ik heb deze nog niet ingepakt. Ja, dat geef je hem zo toch. Nou jongens, zoals jullie zien zijn we echt bezig met de verbouwing nog. Nou tenminste, ik heb niks gedaan. Dit heeft de VIA allemaal in elkaar gezet. Ja. Alleen ik heb een fout gemaakt. Wat dan? Dat zeg maar die kastontwerper heeft dus één grote uiteinde en één kleine uiteinde. En die kleine uiteinde hoort dus hier, want dan loopt die gelijk met de muur. Dus dit is de grote, maar als ik deze aan de andere kant ga zetten, dan zie je die gaten erin. Omdat ik hem heb vastgemaakt aan die andere. Of dan ga ik die klein naar die andere kant zetten. Wat een gezeik, man. Ja, ik heb je wel gemist, hoor. Ja, ik jou ook. Hey jongens, het is... zo, yo, wat gebeurde? Het is 31 december, dus dat betekent het is oud en nieuw. Meestal doe ik nooit iets met oud en nieuw. Ik ben eigenlijk elk jaar op een rij vroeger thuis geweest omdat ik op Angelique ging passen. Toen ze nog een kleine baby slash peuter was. Het jaar daarna zat ik in het GGZ. En het jaar daarna... Ja, toen hebben we wel wat leuks gedaan samen met Daf. En een paar andere vrienden. Die vlog staat volgens mij nog... Ja, die vlog staat wel online omdat we het toen hadden gedaan. Maar vandaag gaan we iets super leuks doen. Want we gaan naar Joan en Niek. We gaan het bij Joan een nieuwe huisje vieren. En is dit trouwens een nieuwe video? Ik ben echt confused as fuck. Je weet toch die dagen tussen kerst en nieuwjaar? Je weet gewoon niet meer hoe je heet. Ja, in die situatie zit ik dus nu. Maar wat wou ik nou vertellen? Laat me even die camera ook neerzetten hoor. Ja.
Ja, in ieder geval, we gaan dus lekker bij Joan de nieuwe huisje vieren. Ik heb net mijn nieuwe pruik binnen, as you all could see. Het is echt een freaking mooie kleur. Het is een beetje gingerbruinachtig, maar ik moet er nog een beetje feunen. Ga ik het stylen, mijn make-up doen. Allemaal berichten. Je krijgt nooit berichten. Hè? Nu, altijd als ik aan het filmen ben, komen er best allemaal berichten binnen. We zijn er klaar voor. We zijn, ja, de video is inmiddels alweer wakker, want die is aan het slapen. Ha. Nou, wat is de planning? We gaan nu Peanut en Brownie brengen naar mijn moeder, omdat we natuurlijk niet alleen met vuurwerk thuis kunnen zijn. Ja. En dan gaan we doorracen naar Joan en Nick, de tactiek. Ja. En dan Nick gaan we daar proosten en gezelligheid en volgens mij zusjes er ook. Gezellig, dus Roxanne komt ook. Roxy, of nee, hoe heet ze? Rox? Roxanne, ja. Man, Kwant. Roxanne, Kwant. Quantum. Quantum. Nou, helaas heeft Rox afgezegd. Echt jammer, want Rox is echt fucking grappig. En ik had wel even zin om te lachen deze avond. Maar, gelukkig zijn Joan en Nick ook super grappig. Dus ja, dat komt wel goed. Hey, ik heb trouwens deze parfum opgespoten. Ik doe deze trouwens ook in mijn pakketjes. Dus iedereen die lipgloss of lash heeft besteld. Het is Chopard. Happy Chopard in Felicia Roses. Deze, als ik deze door de beeldscherm kon spuiten. En jullie konden het ruiken. Hey, deze is kapotje bang. Even de auto naar een vrouw laten ruiken. Want de Vio die spuit alleen maar mannenparfum. Dus we zitten in de lifts. Hey, dikke oudje hoor. Oh, ik dacht we maken dat samen voor. Oh ja, oké. Okay. Alleen Joan kan zo'n matje hebben. Kijk die deur, man. Nou. Hey. Nou. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat jij er ook bent. Hey, Joan. Pony. Pony op mijn pony. Hey, Joan. Ik draag kroon. Oh, mag ik nu eigenlijk wel loon? Dat is niet zo gewoon. Eet een smashy boom. Mag boom. Ik wil nou zo'n enge flow, wow, yo. Oh, dat is niet. Oh, niet wat ik niet. Ik zou sowieso niet stoppen. Oh. Hey, Joan. Hoe lang liggen die oliebollen al daar? Nou, niet zo heel erg lang. Oma heeft iets gemaakt. Ik weet het, want je krijgt nu al niks. In de Mac drive en ik zei geen ager. Dagen na oud en nieuw. Ik moest echt wel eventjes bijkomen, want ik was echt goed dronken, zeg maar. Maar ik rijd zo voorbij een flitser met een camera in mijn hand. Nou, in ieder geval. Ja, ik ben weer onderweg naar het werk. Ik heb even van haar geswitcht, want ik had even zin in een bob en gewoon weer donker haar. Want dat vind ik het mooiste bij mijn hoofd staan. Ja, ik ga nu naar het werk. Lekker radio DJ'en. En dan daarna ga ik samen met een vriendin van mij, Sam. Zij is echt een goede vriendin van mij. Alleen ik zie haar bijna nooit. Maar je weet toch, je hebt van die vrienden die je zeg maar nooit ziet. Maar als je met ze bent, dan lijkt het of je ze gisteren nog hebt gezien. Zo'n vriendin is Sam. En dan gaan we krab eten en kreeft en hele luxe shizzle. Ik heb best wel vaak al daar gefilmd, zeg maar. Dus ik ga niet filmen bij Fanix.
Dus als ik terug ben, dan ga ik weer verder vloggen. Dus dan zie ik jullie straks weer. En ik ga nu werken. Doei. Hallo. Sam. Hallo. Nee. En we zijn in Rotterdam en we gaan eten bij Wow Crab. Wow Crab. Nou, we gaan naar binnen, jongens. Oh, mijn tiet gaat er gewoon uit, gewoon. Dit is gewoon alleen gemaakt voor dunne mensen. Gaan we wisselen? Ja, gaan we wisselen, dan ben ik de man. Je hebt daar ook. Dan komen we opeens terug met zo'n hele pak. Zo'n fanfare pak. Hé, maar ik kan echt niet eten, hoor. Wat wijder, ja. Heb je ook een broek aan? Een broek? Ja. Nee, kijk, die voor mij... Kijk, nog een broekje. Oh, dat is wel netjes. Die voor mij heeft gewoon dan een slingerende lul. Slingerende lul. Nou jongens, ik en Sam gaan... Het lijkt alsof we op date zijn. Ik Jezus, heb je vriend vervangen. Oh nee, nu ben ik er niet meer. Nee, jij bent mijn... ik ben nu mannelijk geworden en jij bent dan mijn side chick. Ja, is goed. Nou, wij gaan uit de emmer eten. We zijn bij Wow Crab. We hebben net ons eten besteld. Ik ben wel echt benieuwd. Nou jongens, er was een hete saus. Dit is de hete saus die ze hier hebben. En ik ging dat proeven en ik zei, ja, ik vind hem niet heet. En ja, er was nu meer peper in gedaan. Dus ik denk dat ik nu dood ga. Dus ik ga het even proeven. Eerlijk, die poeder zag er toch gevaarlijk uit. Ja, en ik ruik, Nee, ik snap dit niet. Ik snap dit niet. Waar ga ik om? Nee. Kapot. Proef het nog steeds niet. Ja, ik voel wel dat het beetje... scherp is, maar het is niet dat ik denk... Oh, kijk nou. Dit is echt top. Ik heb geen idee of ik dit goed heb gedaan. Ja. Hoe maak je dit ding eigenlijk open? Oh, sorry dat ik je arm breek. Karma. Oh. Nou, ik weet echt niet hoe dit werkt. Is er nog water van de zee in? Ik slecht hem ook gewoon weg. Zo, die saus opeens heet. Jongens, ik heb een paar happen van die hete saus genomen, maar of ik ben echt onsterfelijk, want net kwam echt de hele crew hier kijken van, oh, gaat ze het echt opeten en voor mij gaat ze echt doodgaan. Maar ik vind het gewoon echt totaal niet heet. Ja, dat snap ik niet. Het was super leuk om weer iets te doen met Sam. Oh mijn god, ik ga gewoon langs de politie. Met een camera in mijn hand. Nou, het was super leuk om weer iets te doen met Sam. We zijn een tijdje geleden elkaar hebben gezien. Ik zit helemaal vol van de Wow Crab. Maar het was daar wel echt super lekker. En je kan daar nu, door de omstandigheden, kan je daar alleen takeaway bestellen. Dus heb jij zin in krab en woon jij in Rotterdam, moet je het sowieso bestellen. Ik zet alle informatie in de beschrijving. Ik ga nu lekker naar huis. Het is... kwart over 9 en ja, ik ben over een uurtje thuis. Zo jongens, ik ben thuis, ik ben helemaal kapot. Dit was alweer de vlog voor vandaag. Mijn video is ook helemaal kapot. Gaat geweldig. Oh. Ja. Nou, vond je deze video leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal.
Hier, hij is helemaal vochtig. Ja. En volgen jullie Davia ook op Snapchat? Wat is je Snapchat ook alweer? Dat is niet eens, man. Oh. Genoeg kijkers op die ding, man. Ja? Ja. Genoeg oogjes. Je kijkt me zo raar aan, maar jij promoot mijn Snap. Oké, doei iedereen.